En ik moest even steeds lachen. En ik lag heel grappig. The Lanxmeer district in Culemborg is unique to Holland. Its public spaces feel like one large garden and are home to a wide variety of plants and animals, some of which are very unusual. This is all thanks to the people who live there, who manage the public spaces themselves. This system of co-management encourages engagement and social cohesion in the district. Lanxmeer is situated in the historical centre of Culemborg, next to the train station. It's a car-free residential area based on the principle of sustainable urban living. Around 700 people live there. Besides extremely varied housing, the district also includes offices, workshops, schools, and a city farm. It was a conscious decision to combine different facilities. Right from the beginning, residents have played a prominent role in Lanxmeer's development. Residents manage public spaces in close cooperation with Culemborg Local Council. This means residents have a direct influence on their surroundings. This form of cooperation between residents and the local council is unique in Holland. True, eh? Dan moet je het nu niet. Ik ben niet zo'n natuurman. Ik weet niet zoveel van die plantjes af. Ik vind ze leuk om te zien. Ik vind het vaak heerlijk om zo'n zaterdag zo'n halve dag hier te werken. En heb je wat gemaakt. Nou, ik ben lekker bezig geweest. Ja. Ik heb een goed gevoel over. Lanxmeer currently has 270 environmentally friendly built homes, the first of which were completed in 2000. Each house has a small private garden that backs onto a communal garden. No fencing means it feels green and open to the public space, allowing residents to experience the whole district as their own garden. The district city farm provides local produce, freshly harvested vegetables, fruit and flowers can be bought there every Saturday. The district is free of cars. Communal parking is located on the edge of the district. For children, Lanxmeer is one large playground where they can safely play everywhere. A group of residents make up the Terrabella Foundation. Hi. They meet once a month to coordinate the maintenance of Lanxmeer. Twice a year, they walk through the district with Culemborg City Council in a joint inspection. Hans Kohl and Stefan van Gasteren of the City Council check whether the public spaces meet the required specifications. Eén polletje al eruit, die krijgt 20 kruisjes per. Ja, ja, ja. Dat is big business. Ja, dat is ik heb op de auto. Dus hoe sneller het boog is, dat je terug gaat. Gelijk worden meer kosten zaken. Ja, ja.
The yearly maintenance contract is signed. The Terrabella Foundation receives an annual budget for the maintenance of the district. Because residents manage the work themselves, higher standards can be reached for the same cost price. Culemborg City Council is convinced that they can achieve more by working together with residents. Je kunt misschien ook wel hun mee, met ons mee gaan helpen met knippen, maar dat is zagen en knippen. Het strandje moet ook een klein beetje schoongemaakt worden met... Terrabella employs gardener Rob Flaming. Rob ensures that the residents' wishes can be carried out. Dat is mijn voornaamste rol. Samenwerking met de gemeente en de bewoners begeleiden in het uitvoeren van. En in die samenwerking, daarin krijg je veel meer respect voor elkaar. En je hebt allebei verschillende mogelijkheden en... met elkaar opgeteld, die mogelijkheden bepalen dat je een mooie leefomgeving kan krijgen. En zo was een aantal maanden geleden ook een wens om het voorjaar een nieuw mooi zandstrandje te hebben. Dus heb ik de gemeente gevraagd of zij een paar kuub zand wilde brengen en gaan wij dat vandaag met bewoners dat zandstrand weer helemaal voorjaar fris maken. Terrabella employs others to carry out any maintenance that the residents aren't able to do themselves. Rutger van Mosaic carries out maintenance with voluntary help from a team of people with disabilities. Nee, ik krijg aan het begin van het jaar krijg ik een hele lijst met klussen. Die zijn eigenlijk over het algemeen elk jaar hetzelfde. Maar omdat het ook nog wat verandert in de wijk, hè, de wijk is nog steeds niet af, komen er steeds weer nieuwe klussen bij. En sommige klussen verdwijnen ook omdat bijvoorbeeld de planten vergroeid zijn. Maar het liefst werk ik zeg maar bijvoorbeeld een hele week achter elkaar in de wijk en dan heb je een paar weken niet en dan weer een hele week. Dat vind ik het prettigste. In the middle of the district is a water catchment area with an old fruit orchard owned by the water company Vitens. The maintenance of the catchment area has been planned in close cooperation with the residents. Occasionally there are jobs to be done that require large equipment and machinery. On behalf of the residents, Terrabella has asked Vitens to dredge an overgrown pond. Zo ontiegelijk, als je ziet dat er allemaal ontwikkeling komt. Meidoorn, essen. Once a year, Terrabella meets with Jan Hop of Vitens. This year, the surrounding wooded area needs to be pruned to make the area even more ecologically valuable. Aankomende winter. Dus hier kun je van het najaar gewoon zeggen van nou, deze grootte laten we staan, de rest halen we gewoon weg. It's agreed that the residents will carry out the work themselves. Ja, dit is wel hard nodig, want je ziet hier, als we dit niet hadden gedaan, is volgend jaar één groot dicht bos. En nu krijgen alle planten weer de kans. Nou, wat een stuk vrijer van, mooie doorkijkjes. The residents maintain the orchard. In exchange for this, they may harvest fruit.
In the autumn, everyone can pick apples for 2 weekends. Once a year, residents hold the apple harvest party, where terebella juice is made from the apples. Nou, wil iedereen die daar interesse in heeft ook flessen sap meenemen, want we hebben sap over van de afgelopen jaren. We gaan dit jaar weer nieuw sap maken. Als je weggaat, neem een aantal flessen mee. En nou ja, op is op. This district shows that things can be done differently. After 10 years of ecological maintenance, both the residents and the council are extremely satisfied with the results from the intensive cooperation. The green Lanxmeer will continue to grow more beautiful. It is a haven, a holiday feeling the whole year through.